Henk Bloemers, manager commercie. Afgelopen seizoen, sportief niet helemaal geworden wat we hadden verwacht. In ieder geval op het veld niet. Hoe kijk je terug, commercieel gezien, op het afgelopen seizoen? Ja, dat is heel raar. Kijk, je gaf het al heel goed aan dat het voetballend op het veld... In het begin was het heel goed. En iedereen was heel positief. Maar naarmate werd het steeds minder en was het voetbal ook niet meer om aan te zien. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar als je kijkt op commercieel vlak... Ja, als je dan ziet hoe vol die businessclub was, zowel op de tweede etage als op de eerste etage, ja, is dat natuurlijk fantastisch. Heeft natuurlijk ook te maken dat we toch 5 wedstrijden niet konden bezoeken. Dat mensen daarna ook wel weer graag erop uit willen om elkaar te ontmoeten, om te netwerken met elkaar. Nou, dat zag je ook aan de happy hours die wij georganiseerd hadden. Onder andere eentje met Roland en Frank de Boer. Die waren gewoon goed bezocht. Waren goede happy hours. Ja, en met de wedstrijden heb ik heel weinig van gemerkt dat het voetbal minder was. Maar ja, je ziet, mensen willen er gewoon bij horen, willen onderdeel vormen van het netwerk. Ja, dus commercieel gezien zijn wij echt wel, kijken wij tevreden terug op het afgelopen seizoen. Maar ja, dat was het afgelopen seizoen en nu moeten we verder. Je hebt het over een aantal happy hours. Kun je eens uitleggen, hoe ziet zo'n happy hour? Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het in elkaar? Ja, dat is misschien wel mooi, vooral voor mensen die wat verder van de club afstaan. Een happy hour doet een beetje een naam als zijnde van het is een feestje en we doen 2 halen, 1 betalen. Maar het is eigenlijk een traditie. Het happy hour is een grootschalige netwerkbijeenkomst. Altijd de 3e donderdag van de maand. En er is al sinds mensenheugen is bij de Graafschap, vandaar dat we de naam ook intact gehouden hebben. Maar er komen gemiddeld zo 200, 250 sponsoren op af die elkaar ontmoeten. En wij moeten ervoor zorgen, met name in de KKD, wat toch het voetbal wat minder is dan in de Eredivisie, dat wij gewoon kwalitatief goede sprekers hebben, dat we een goed programma hebben. Dat gaat normaal gepaard met vooraf een buffetje, met na afloop een drankje, een borreltje om te netwerken. Ja, en dat is wel, met name Judith is daar heel goed in, om die happy hours een goede invulling te geven, om toch zo de kwaliteit te blijven bieden die de sponsoren van ons verwachten. Wat dat goed ontvangen door de sponsoren? Wat is de algemene tendens? Wat hoor je terug van ze? Ja, kijk, wij proberen maatwerk te leveren. En je merkt ook dat sponsoren, sommigen zeggen het is mij te grootschalig af. Ik wil kleinschalige bijeenkomsten. Nou, die hebben we ook met lunchbijeenkomsten, met ontbijtsessies. Waarbij mensen zich ook aan elkaar voorstellen. Maar de reacties op de happy hour zijn over het algemeen heel erg positief. Anders dan komen er ook niet iedere keer zoveel mensen. Alleen nogmaals, de uitdaging ligt vooral bij ons om goede, kwalitatief goede sprekers te hebben. Zodat mensen daar ook wat aan hebben. En wij proberen dat vaak sportgerelateerd te zijn, maar wel met een knipoog naar het ondernemerschap. En daar zijn we tot nu toe nog steeds goed in geslaagd. Het is ook weer een spannende periode. Of ja, spannend in deze. Je gaat in gesprek met veel sponsoren om te horen van nou, willen we nog een jaar met elkaar door. Het is een heel groot fundament van de Graafschap om betaald voetbal te kunnen spelen. Hoe is de tendens bij de sponsoren? Willen ze eigenlijk wel nog wel weer door? Of? Nou, we hebben een groot aantal contracten die stilzwijgend doorlopen. Waarbij dan de sponsoren voor 1 april op moeten zeggen. Nou, dat zijn een minimaal aantal die dat opgezegd hebben. Uiteraard heb je ook contracten die gewoon aflopen. Waarbij een einddatum aangekoppeld zit. Ja, en daar gaan we nu volop mee in gesprek om die contracten te verlengen. Om te kijken van wat de wensen zijn, om daar eventueel wat aanpassingen aan te doen. Ja, en op zich is de tendens op dit moment, we zijn nu druk daarmee bezig, die is op zich nog heel positief. Ook contracten die doorlopen, die sponsoren gaan we gewoon bezoeken. Neem ook een kleine attentie mee, want we willen wel weten wat er leeft onder de sponsoren. Ja, en als we dan kijken naar het nieuwe seizoen en je kijkt nu al wat er in de KKD zit voor clubs. PEC Zwolle, Willem II, NAC, Roda, VVV, De Graafschap. Dat zijn eigenlijk allemaal eredivisiewaardige clubs. Dus commercieel gezien is het ook wel interessant. Ja, alleen om te promoveren wordt het alleen maar moeilijker. Maar commercieel gezien zijn het wel interessante tegenstanders om ook relaties mee naartoe te nemen. Dus ja, wij zien het positief in, ondanks het slechte seizoen wat we gehad hebben. Maar we zijn nu volop bezig met de gesprekken. Ja, kun je iets zeggen over hoeveel sponsoren er ongeveer zijn afgehaakt en hoeveel heb je er bijvoorbeeld bij gekregen? Is dat positief gezien of zijn er toch nog meer afgehaakt dan nou, bijgekomen? Iedere afhaak is evenveel, zeg ik altijd. Maar iedereen heeft daar zijn redenen voor. En die redenen zijn gelukkig niet geweest het slechte voetbal. Maar als je kijkt naar afgelopen seizoen aan het begin, maar dat hebben we al vaker gezegd, hadden we 11 opzeggingen om diverse redenen. En waren toch 52 nieuwe. En als je dan zegt, hoe kan dat? Ja, vraag het maar niet. Ik denk dat blijkbaar heel veel mensen toch bij dat netwerk willen horen. We zijn tenslotte het grootste zakelijke netwerk van de Achterhoek. Daar willen mensen bij horen.
En wat daar nou exact de reden van is, dat weet ik niet. Maar als je kijkt nu wat de aantal opzeggingen zijn, die zijn echt minimaal. Ja, en nu zijn we ook bezig nogmaals om die contracten te verlengen. En als je dan kijkt hoe belangrijk de sponsorinkomsten zijn voor de club als de Graafschap, is gewoon bijna 60% van onze begroting komt uit de sponsorinkomsten voort. Dus ja, dat is wel een hele belangrijke bron. En nogmaals, de loyaliteit van onze sponsoren is zo verschrikkelijk groot. En ja, ik wil eigenlijk ook wel een oproep doen. Als je in je netwerk, ook van bestaande sponsoren, nog bedrijven kent of ondernemingen kent, die denkt van, nou, die moet ook aansluiten bij dit netwerk, dan horen we dat graag uiteraard. Wat wordt, even vooruitkijkend naar het volgende seizoen, wat is op dit moment jullie, jouw grootste uitdaging? Ja, we hebben echt wel we hebben twee uitdagingen. Eén uitdaging is dat we proberen te behouden wat we nu hebben. Dat is al heel belangrijk, vooral in deze tijd. Uiteraard proberen we daar nieuwe bij te krijgen. Daar zijn we nu ook druk mee bezig. Maar onze prio ligt wel op de bestaande sponsoren vooral te behouden. En kijken of we die pakketten wat uit kunnen breiden. Maar eigenlijk is de allergrootste uitdaging op dit moment het vinden van een nieuwe hoofdsponsor. Dat Agribio, zoals even aangegeven, niet meer op het shirt willen gaan staan. En daarom moeten we nu op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. En die tijd begint heel erg te dringen. En ik wil niet zeggen slapeloze nachten, maar de eerste slapeloze nacht zit eraan te komen. Als mensen nu geïnteresseerd zijn, die zeggen, oh, met mijn bedrijf, ik wil wel hoofdsponsor worden, wat moeten ze dan doen? Dus hoeven maar iets te doen, waardoor ik het weet en ik kom gelijk naar ze toe. Dat kan een belletje zijn, dat kan een mailtje zijn, dat kan via zijn. Dus we zijn wel echt op zoek naar een sponsor, naar een hoofdsponsor. En het mooiste is, als je kijkt naar de achterkant van ons shirt, dan hebben we daar bovenaan Sesingflex staan. Een regionale partij, toch onderhand wel met landelijke uitstraling. Coffee Fresh staat op de achterzijde onder het rugnummer. Nou, ook een regionale partij met hele landelijke uitstraling. Ja, dus dat zijn partijen die het zou mooi zijn als we regionale partijen kunnen krijgen. Maar ja, op dit moment zijn we al blij met bijna iedere hoofdsponsor die voor op het shirt wil gaan staan. Als we dan tenslotte even samenvatten, houden we wel gewoon een positief gevoel over aan afgelopen seizoen op commercieel gebied en ook richting de toekomst? Ja, ik ben echt heel erg verbaasd en met mij het hele commerciële team over de commercie van het afgelopen seizoen. De loyaliteit van de sponsoren, hoe druk het is geweest. Daar zijn we echt heel erg positief door verrast. Ja, en daar zijn we ze eigenlijk heel erg dankbaar voor. En laten we hopen dat we met z'n allen volgend jaar vooral voetbaltechnisch een iets beter seizoen krijgen. Ik zou bijna zeggen, slechter kan niet. En dat we dan nog een veel mooier seizoen krijgen, waardoor mensen nog meer klanten mee kunnen nemen naar de wedstrijden, want daar gaat het tenslotte ook om. En dat ze nog meer met elkaar kunnen netwerken. Dus wij kijken terug op een echt commercieel gezien een goed seizoen, hoe raar dat ook mag klinken.